Kunt u uitleggen waarom de kunstwerken van mevrouw de Koning en andere bewoners daar weg moeten bij het Rosemanushof? Allereerst wil ik benadrukken dat wij het heel vervelend vinden dat het zo gelopen is. Het is absoluut niet onze bedoeling om het woongenot van de meneer en mevrouw de Koning te ontnemen. Want we willen dat niet alleen zij, maar alle bewoners daar plezierig wonen. Het beleid van Woonzorg Nederland is wel dat er in de woning mogen er schilderijen opgehangen worden. Iedereen mag zelf bepalen wat er hangt. Maar in de gang is niet het gehuurde deel. En daar mogen dus geen schilderijen opgehangen worden. Is het niet beter voor de bewoners en het zorgcentrum om kunstwerken te laten hangen? Meneer en mevrouw de Koning zijn hier misschien niet blij mee, maar er zijn ook nog andere bewoners. En we hebben rekening te houden met alle bewoners. Er zijn ook bewoners die hier aanstoot aan nemen en die niet willen dat er heel veel schilderijen in de gang hangen. Wat vinden de andere bewoners van deze kwestie? Vreselijk. Alle bewoners die zijn het ermee eens dat het weer gewoon in moet zijn zoals het vroeger was. Dus ik wil gewoon graag dat de bewoners allemaal weer hun schilderijen ophangen. Want dan is tenminste de sfeer en de gezelligheid weer terug. Als we visite krijgen, dan is het het eerste altijd van: wat is het hier gezellig? Als we binnenkomen. En hoe gaat het nu verder? Nou, volgende week gaan wij met mevrouw en de Koning in gesprek om tot een oplossing te komen.